Geachte dames en heren, welkom bij deze herdenking, de jaarlijkse herdenking van de Twentse razzia. Oh, het is een herdenking, een razzia-herdenking. Het gaat over al die mensen die in Mauthausen terecht zijn gekomen, jonge mannen, omdat ze Joods waren, nooit meer teruggekomen. Ze zijn vermoord in Mauthausen. En we noemen dit de razzia-herdenking, omdat er een landelijke Mauthausen herdenking comité is en wij noemen dit de razzia herdenking. Nou, het is in feite een razzia, dus... Hoor jij iemand lachen? Veel kinderen raakten in de oorlog hun vader kwijt. Heeft de razzia dan geen spijt? Veel mensen bang ondergedoken en veel mensen doodgeschoten. Een dictator aan de macht, mensen in kampen met weinig kracht. Nou, ik vind dit een hele belangrijke en steeds weer indrukwekkende herdenking. Het mooiste vond ik nu de namen die voorgelezen werden door de kinderen. 10 slachtoffers uit de gemeente Almelo. Herman ter Beek. Jacob Cohen. Jacob Moses Cohen. Nico Hoek. Isaac Moses de Jong. Simon de Jonge. En Sieg is weggevoerd bij de razzia in de nacht van 13 op 14 september 1941. En de kinderen hebben verschillende namen voorgelezen. Ook die van mijn oom, Siegfried Alfred Menko. Fred Menko is mijn naam. En er was een... vrij grote Joodse gemeenschap in Enschede. Maar doordat er meer dan 100 jongens en mannen toen zijn weggevoerd, heeft dat een enorm gat geslagen in de Joodse gemeente. Elke familie was wel getroffen. Dus na de oorlog heeft ook de gebeurtenis van toen heeft een enorme indruk achtergelaten